De marathon van Eindhoven gaat zondag voor de 26e keer van start. Bestuurslid Harry Nijhuis houdt in deze drukke dagen voorafgaand aan de marathon een gastweblog bij op ed.nl. Beetje zenuwachtig, valt mee. Zenuwachtig? Oh, ik bibber aan alle kanten. Doe het pas voor de 25e keer. Dus. Donderdagochtend was hij uiteraard ook aanwezig bij de persconferentie. Wat kunnen we zondag verwachten? Ik hoop goed weer, in ieder geval. Dat heb je ook gehoord van de verschillende mensen. Ja, dat is gezien het deelnemersveld. En niet alleen het deelnemersveld, maar ook de atleten die al vaker gewonnen hebben. Ja, denk ik dat het een hele goede wedstrijd wordt. Marathon is onvoorspelbaar. Kan net zo goed tegenvallen qua tijd. Maar het kan ook meevallen dat er plotseling 2:06 gelopen wordt. Een tijd onder de 2:07 is voor de Keniaan James Rottick te snel. My time I'm looking at is under 2:07:30. Okay. Yes. Hij richt zich op een tijd van 2:07:30. Op papier is hij met een persoonlijk record van 2:07:12 een van de snelste lopers. Maar ook de winnaar van vorig jaar, Jeffrey Mutai, en Philip Singui, de winnaar van 2006 en 2007, zijn present. Met 6 deelnemers die onder de 2:08 hebben gelopen, is er sprake van een sterk deelnemersveld. And you talk a lot with your athletes? Yes, we talk a lot because they are friends. We chat, we talk, but I don't know how everybody is feeling because during the competition everybody is wants to win. So maybe somebody, everybody asks his hidden agendas. Sounds more like you're playing chess. yes. So you have to hide some you have to have some secrets. You don't expose everything. What's your secret? My secret is that stay a little bit behind and then towards the hand, push. Okay. Yeah. Nijhuis neemt samen met voorzitter Theo van der Laar na zondag afscheid van zijn bestuursfunctie binnen de stichting Marathon Eindhoven. Hij kijkt met heel veel voldoening terug. Heel belangrijk vind ik dat we in die jaren een evenement hebben neergezet waarvan de impact veel groter is dan menigeen in de gaten heeft. 17.000 deelnemers, 160.000 man publiek, 1100 man vrijwilligers die op de dag in werking zijn. Die impact die is gigantisch en dat realiseert zich lang niet iedereen. Maar dat geeft ons als organisatoren en mij in het bijzonder ook wel een geweldige kick. Gaat u zelf nog lopen? Ja, vanavond misschien even, maar niet zo hard. De weblogs van Harry Nijhuis kunt u lezen op ed.nl.